Hallo, hallo, Merry Christmas. Het is vandaag kerst. Ik had echt nog veel meer kerstige video's willen maken voor jullie. Maar helaas werd ik ziek en ging dat niet helemaal door. Maar daarom heb ik vandaag nog wel een kerstige video voor jullie. Iets anders dan wat je gewend bent, want ik ga geen koekjes bakken. Ik ga niet mijn huis versieren. Ik ga niet laten zien wat voor cadeautjes je kan geven. Nee, ik ga vandaag spelletjes spelen. Het leek me heel grappig om wat spelletjes te spelen op de computer. Ik ga gewoon echt letterlijk zoeken naar Christmas games. En dan mogen jullie meekijken met hoe ik het compleet verpest, want ik ben hier altijd heel slecht in. Of misschien ben ik er wel goed in vandaag. Who knows? Omdat de vorige keren dat ik gaming video's maakte, werd het echt super goed ontvangen. En ik wil je daar nog voor bedanken. Maar ik denk altijd wel van ja, hoe leuk is het nou echt? Maar omdat er veel om gevraagd wordt, ga ik vandaag weer gamen. Een speelkwartiertje gaan we doen. Ik ben goed voorbereid met warme sokken. Niet aan elke voet dezelfde, maar we don't care. And let's do this. Let's go. Oké, dit spel is blijkbaar het populairst. Dus dan gaan we het ook spelen ook. Van onze famous whisky. Dat is een whisky reclame op een spelletjesite. Wat de hel. Ik wil graag volledig scherm, maar het doet het niet. Oké. Oh. Oké, ik moet klikken om boven te blijven en ik mag niks raken blijkbaar. Maar deze wel? Ja. Oh, nou, dit vind ik echt heel moeilijk. Dit lijkt een beetje op Flappy Bird, dit. Oh, zo. Dit is moeilijker dan het lijkt. Ik snap nooit, zeg maar, hoe kleine kinderen dit soort spelletjes kunnen doen als ik het geen eens kan doen. Maar waarschijnlijk ben ik gewoon echt super dom. Gaan we nou sneller of ligt het aan mij? Oh. Hey, dit gaat best wel goed. Oh. Waarom gaan we steeds sneller? Hier heb ik niet voor getekend. Oh. Het ging zo goed. Ander spelletje. Sarah's Cookies. Kerst. Oh, dan moet ik ook nog gaan kiezen wat we gaan klaarmaken. Nou, kalkoen sowieso niet. Dubbel gebakken aardappelen? Warm de oven voor op 190 graden. Hoe dan? Vertel het me. Aardappelen. Oké, zout. Maar je zegt net dat ik de oven moet voorverwarmen. Oké, dan toch niet. Oké, aardappelen op de schaal. Beetje zout op de aardappelen, jongen. En nu? Shit. Huh? Heb ik het nou weer weggehaald? Nee, dat is niet waar, toch? Oh, ik moest ze omkeren. Aardappelen snijden. Als dit real life zou zijn, had ik al lang in mijn vinger gesneden. Ik snij namelijk altijd in mijn vingers tijdens het koken. Hey, als koken zo makkelijk was, deed ik het 3 keer per dag. Dit is echt de shit. Mag ik de koelkast wel zo lang open laten? Slecht voor het milieu, jongens. Ga dicht. Roeren. Zo. Ik krijg er helemaal honger van. Jeetje. Ik wil dit maken voor kerst. Ik heb hier nu echt zo'n zin in. Oh. Zijn we klaar? Yes. Waarom is mijn score 790 en heb ik maar 2 sterren? Ik heb dit echt super snel gedaan. Wil je zeggen dat er mensen zijn die dit nog sneller doen? Deze meiden hebben zin in kerst. En ze willen natuurlijk op hun allermooist uitzien. Een schoonheidsbehandeling is wat ze nodig hebben. Ik ben Emma. Ik heb wat coole make-up tips voor je. Perfect voor al je kerstfeestjes. Kom erop, Emma. Ik heet Charlie. Weet je nog? Hoi, ik ben Luna. De winter is slecht voor je huid. Maar maak je geen zorgen. Dit is fantastisch. Dames, kunnen jullie me een makeover geven voor de feestdagen? Natuurlijk. Moet ik nou met een spons op haar gezicht gaan? Huh? Hoe kan het dat het groen wordt? Moet ik het nou gelijk weer afspoelen? Maar een maskertje moet je toch even laten zitten? Nog een maskertje? Are you for real, girl? Het is wel een hele snelle gezichtsbehandeling dit. Wat smeer ik hier eigenlijk op de... Oh, kijk. We zijn er puistjes aan het aanstippen. Hop. Weg met die puisten. Nog een maskertje. What the hell is happening, guys? Sinaasappels op je ogen. Prikt dat niet? Oh, ik mag zelf de make-up kiezen. Rood. Oh, shit. Dat waren de wenkbrauwen. Nee. Ik dacht dat het oogschaduw was. Is dit nagellak? Oh nee, dit is oogschaduw. Is dit oogschaduw? Rode blush. Oh, is wel heel rood. En kleurlenzen. Oeh.
ook groen? Blauw? Groen. Ik weet niet wat zij allemaal in haar zitten, maar ik vind het fantastisch. Wow. Oh, dit vind ik mooi. Oeh. Oh, mooie jurkjes. Het lijkt een beetje op een anime figuur. Zijn we nu klaar? Ik denk het. I love it. Ik hou echt van de plaatsing van deze reclames. We zijn kerstspelletjes aan het spelen. Wat hoort daar nou echt bij kerst? Palmbomen. Tessa's Christmas Home. Oké. Dit lijkt op Habbo. Wow, waar laat ik deze? Kan ik dit gewoon hier neerleggen? No big deal. Kan gewoon zweven in de lucht. Wow. Dat was heftig. Moet je kijken als ik iets verwijder. Ah, die lamp vind ik toch niet zo mooi. Hop, hop, komen er kleine mannetjes met hamers. Oké, dit vind ik echt super chaotisch. Gamesgames.com. Slenderman Winter Edition. Oh. Ik weet niet of ik dit durf. Nee, is this really happening? We zouden er een gezellige kerstvideo van maken. Kijk wat er nu gebeurt. Volgens mij heb ik nog nooit Slenderman gespeeld in een video. Waar zijn die briefjes dan? Het is echt klaarlichte dag, maar ik durf dit niet, man. Waar komt die muziek vandaan? Ik loop hier gewoon in een bos. Bullshit, er kan geen muziek zijn. Balls collected? Welk voor ballen? Wat moet ik zoeken? Waarom hoor ik geklop? Komt hier vandaan. Oh. Oh. Het wordt steeds harder en dreigender. Een bal. Moet ik die bal pakken? Ik dacht dat je bij dit spel echt binnen 5 seconden gewoon dood ging. Waar is die Slenderman dan? Kom dan, Slendermantje, mentje. Kom dan. Ja, Teske, loop maar af op een hele oude verlaten kerk. Dat lijkt me echt het beste plan wat je ooit hebt bedacht. Wat is dit? Kom ik opeens een recyclebak tegen? Hallo. Oh, ik heb hem omgegooid. Ik had echt heel graag pretty vastgelegd hoe ik zou schrikken van Slenderman, maar nothing's happening. Maar wat ik vroeger dus altijd deed was pinguïn gooien en dit heb je nog steeds. Oh, dit is zo oud. Je moet zeg maar een beetje schuin omhoog gaan. Echt een behendigheidsspel dit way. Oké. Ik kan me niet concentreren. Alleen is het niet goed, want nu gaat hij recht omhoog en dan gaat hij niet zeg maar door de dingetjes omhoog gegooid worden door die perceelhonden. Wat zal die pinguïn in de hoofdpijn hebben? Hop. Het gaat maar door. Oh jongens, wat was dit leuk. Allemaal kerstspelletjes. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad en ik hoop jullie ook. Er zijn minder leuke manieren om je dag door te brengen dan de hele tijd kerstspelletjes spelen op internet. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vinden. Ik wil jullie ontzettend fijne feestdagen wensen. Hopelijk heb je leuke dagen met familie, vrienden of wat dan ook. Enjoy! En voor nu, heel veel hartjes. En tot de volgende keer. Doei doei!